ben Caroline uit Hoboken. Ik heb zojuist het ouderlijk huis verlaten. En ik ben super trots om mijn eerste huis aan jullie te laten zien. Ik ben stagiair architect. Van mijn 10 jaar wist ik al dat ik architect wou worden. De eerste stappen dat ik hier binnen zette, voelde ik direct... Ja, wauw, deze is het. Hier voel ik mij thuis. Toen ik hier binnenstapte, zag ik ook direct het werk dat nog gedaan moest worden. Vooral die oude gasketel die moest vervangen worden. Ja, die is 25 jaar, die is zo oud als ik. Dus ik heb Kelly gebeld, dat is een vriendin van mij. Die installeert nieuwe gasketels samen met haar papa. En binnen de kortste keren stond ze hier voor de deur en hebben ze alles voor mij geregeld. Dat is een oude gasketel aanwezig, dikke 25 jaar oud, dus dat is wel eens aan vervanging toe natuurlijk. Dus deze hebben wij vervangen door een nieuwe condenserende ketel en dan ineens een doorstromer, zodat de boiler beneden ook kon vervangen worden. Deze mijn nieuwe thermostaat. Die weet eigenlijk wanneer ik thuis ben. Dan past hij ook de temperatuur aan. Super gebruiksvriendelijk, ik was er direct mee weg. Top gewoon. Het volledige pakket kostte €6.500, maar daar zaten nieuwe leidingen in, een nieuwe chauffage, het aan- en afkoppelen van de chauffages, het afbreken van de oude gasketel en de warmteboilers. Dankzij gas.be heb ik een premie van €500 gekregen en dat was wel een positief energieduwtje in de rug. Door voor de nieuwe condenserende gasketel te kiezen, is Caroline de komende jaren zeker safe. Want gas is nog altijd een duurzame brandstof en op veel punten nog altijd veel milieuvriendelijker dan andere brandstoffen. Dus moest iedereen zijn oude ketel vervangen door een nieuwe condensatieketel, zou er veel minder CO2 in de lucht hangen hier in Vlaanderen en België. Mijn goede raad, werk met een erkend installateur. Dan heb je altijd garantie en dan zit je gerust.